Goedemiddag. De gemeente Groningen is vandaag een proef begonnen met telefonisch anoniem advies bij financiële problemen. Elke maandag en woensdagmiddag kunnen stadjers die financiële problemen hebben de gemeente bellen waarna ze advies krijgen. Volgens wethouder Matthias Gijsbertsen is deze proef van anoniem kunnen bellen erg belangrijk. We proberen in deze stad echt heel hard iets aan schuldproblemen te doen, want er zijn heel veel mensen met schuldproblemen. Daarvoor kunnen mensen bijvoorbeeld elke dag voor 12 uur naar het inloopspreekuur van de GKB. Maar we zien ook dat rondom schulden vaak heel veel schaamte bestaat. En we wilden graag met deze proef, met een anoniem telefoonnummer, kijken of we dan nog meer mensen kunnen vinden die gewoon in deze problemen zitten. Uit cijfers blijkt dat er in de gemeente een flink aantal mensen wonen die financiële problemen hebben. De verwachting is dat een deel van deze mensen dit niet kenbaar durft te maken uit schaamte. Jaarlijks melden zo'n 2500 mensen zich aan bij de gemeente Groningen. En als je kijkt naar de armoede voor de schuldproblemen, moet ik dan zeggen. En als je kijkt naar de armoede in de hele stad, dan is die natuurlijk fors. We noemen vaak het getal als het gaat over kinderen die in armoede opgroeien. Zo'n 1 op de 5 kinderen in de stad Groningen. En eigenlijk in al die gezinnen is schulden een probleem. Hoe vernieuwend is dit project als je kijkt in het land, bij andere gemeenten? Ik heb het niet eerder gezien, maar ik kan me zomaar vergissen. Ik zie dat heel veel gemeenten ook op zoek zijn naar allerlei nieuwe manieren om dit beter te doen. Want in het land moet echt de schuldhulpverlening een heel stuk beter. Want als we dat niet doen, dan raken mensen steeds verder in de problemen. Het nummer dat gebeld kan worden is 06 51 50 82 02. De proef met het anonieme telefonische advies duurt tot en met eind november 2016. Daarna wordt het project geëvalueerd.